Interesseren jullie ook in andere sporten dan voetbal? Jeroen? Ja, ik vind tennis ook wel heel leuk. Ik ga wel eens even een balletje slaan met Peet Bijen. Dat vind ik wel erg leuk. Natuurlijk, ik kom uit Finland, dus ijshockey is altijd voor Finnen heel belangrijk. Ja. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Wat vind jij leuk naar sport, naar voetbal wel? Formule 1. Hard, hè? Ja. Dat gaat hard, hè? Wil je later ook racer worden? Nee. Wel voetballer? Dat ook niet. Dat ook? Oh, wat wel? Psycholoog. Zo! Slimme jongen. Daar vallen we even stil van. Ja. Daar vallen we even stil van. Wat staat er nog op je bucketlist? Hier, dat is een mooie. Ja, ik zou wel altijd, ik wil zo'n skydiving. Dat wil ik wel doen. Dus dat is wel een van de dingen op me, dat die op mijn bucketlist staat. Oké. Okay. Jij houdt wel van avontuurtjes? Ja, dat vind ik wel lekker. Prima. Gaan we kijken, hè? Doe je mee? Nee. Nee? Je krijgt niemand mee, man. Ja. Wie wilde met hem mee de lucht in? Oh, ik ook wel. Ja, goed zo. Wat is het mooiste moment uit je voetbalcarrière? Die van mij was denk ik vorig seizoen, toen we wonnen van Ajax. Dat kan ik altijd wel goed, me goed herinneren. Het was een mooie ontlading na de wedstrijd. Wie van jullie weet dat nog, hoe dat gegaan is? Vorig seizoen, met hoeveel won Twente? 1-0. 1-0? Ja. En wie scoorde? Matthias Grieg. Heel goed. Ja. Door middel van een? Penalty. De kinderen zonder ons. In de laatste minuut. In de laatste minuut. In de laatste minuut, precies. Hoe oud was je toen je begon met voetbal, met voetballen en bij welke club? Volgens mij was ik 4 jaar oud ongeveer. En ik ben begonnen bij mijn club in Porvo, waar ik opgegroeid ben in Finland. En toen ben ik nog naar Helsinki gegaan. In Finland en dan toen ik 15 was, ben ik hier naartoe verhuisd. En het is een Fin en die spreekt Nederlands alsof het een Nederlander is. Onvoorstelbaar. Heel knap. Ja. Wat is jouw lievelingsliedje of muziek en kun je een stukje van zingen? Oh jee. Oh jee. Zo. Nou, dan gaan we naar Jeroen. Goed. Nee, ik luister nooit muziek. Nee. Jeroen lijkt nu een beetje op de minister-president van Nederland. Die heeft ook wel eens een leugentje. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu even aan Frederik vragen. Was het klaar? Nee, nog niet. Nee, maar zo gemakkelijk ben je niet van me af. Nee, dat gaat zo meteen. Nee, dacht ik al. Jeroen zei dat hij nooit naar muziek luistert. Ja, dus toen wist ik hem te betrappen op een klein leugentje. Ik vind het toch wel altijd heel mooi als we hier opkomen en ze draaien You'll Never Walk Alone. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is moeilijk om zo te zingen zonder dat je die achtergrond van die muziek erbij hebt. Ja. Maar weet je wat we doen? Jullie gaan allemaal zingen Faust Town Even Twente Bint. En dan doen wij mee. Dan doen wij mee. Dan doen wij mee. Zingen we allemaal. Dan doen we allemaal mee. Dus ga maar staan. Ben. Hartstikke goed. Super. Heren, bedankt. Dat hebben we mooi opgelost. Zo. Ja, vind ik wel. Heel goed. Bedankt, Loet. Wat is je favoriete tegenstander? Eén bepaalde speler dat je zegt, daar speel ik wat het liefste mee, maar dan kan ik lekker langs. Als ik lekker langs kan gaan, is wel mijn broer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hè? Ja, ideaal. Super. Ja. Jeroen? Ja, ik denk favoriet tegenstander dan ook Freddy's broer, denk ik. Dat is wel... Wat is er met die jongen? Dan loop je gewoon langs, joh. Dan loop je gewoon langs? Nee. Sorry, Ries.